Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik samen met Don en met Milan gaan wij naar Walibi Fright Nights. Het is de eerste keer dat ik naar Walibi Fright Nights ga. Ik ben wel eens eerder in Walibi geweest, maar niet naar de Fright Nights dus. Dat is dus helemaal omtrent Halloween en Eddie de Clown komt volgens mij. En nou ja, ik ga jullie vandaag in ieder geval de hele dag meenemen. Ik schijt hem nu al in mijn broek, want ik ben best wel snel schrikbaar, zeg maar. Dat ik heel snel schrik. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. Hoi Dan. Hoi. Wat ben je aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Waar lijkt het op? Ik ben even aan de pol gooien. Oh shit, hij zit vol. Hij zit vol. We gaan nu met de auto naar Walibi en Don die gaat ons brengen. Zo lief is die jongen wel. Hoi. Heb je er zin in? Ja. Wat een enthousiasme weer, hè. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Walibi. Kun je die boot zien? Ik zie niks, shot. De zon die zit er zo. De zon, ik heb een sjaal om en het is veel te warm eigenlijk voor een sjaal. We zijn in ieder geval aangekomen in Walibi, dus laten we naar binnen gaan. We zijn inmiddels in het park, of nou ja, Don en ik. Milan die... Milan heeft ons verlaten. Ja, want het hele punt is, Milan die wordt namelijk eens zo'n monster. Hij krijgt make-up op en hij wordt in ieder geval een monster, dus hij moet ons ook straks laten schrikken. Maar hij is in ieder geval achter, want hij wordt helemaal gesminkt en dergelijke. En Don en ik gaan heel veel park in. Ja. Samen met nog een hele groep anderen. Barbie is hier, Michael is hier. En die worden ook allemaal creepy. Ja, Barbie wordt alleen gemaken. Maar in ieder geval, dus we gaan nu lekker het park in. En dan gaan we gewoon in attracties. Ja. Ik ben nu al fucking bang. Want ik weet gewoon dat Milan gewoon echt hele enge dingen bij mij gaat doen. Als je een keer naar Walibi Fright Nights gaat, moet je altijd onthouden. Ze mogen je niet aanraken. Gewoon als je naar binnen loopt, maar denk gewoon... ze mogen wel in je intieme zone komen. Ze mogen wel in je intieme zone komen, maar bedenk gewoon, ze mogen je niet aanraken. Dus het is allemaal veilig. Nou, we zijn in Walibi. Het eerste wat wij doen is een suikerspinalie. Oh, hij is echt zo fucking groot. Dat is een normale, hè? Dit is een normale. Ga hier in ieder geval lekker van genieten en wij gaan samen het park in. En we hebben een fast lane ticket. En dan hoeven we nergens in de rij te staan, dus kunnen we overal lekker doorlopen. Dus binnen 5 minuten zijn we in het park klaar, maar we gaan even door. En ik ga een suikerspin eten en dan... We zijn net dus in, hoe heet het eigenlijk? We zijn in de Robin Hood geweest en in? El Condo. El Condo. Dat ding met die losse beentjes en zo. Maar we hebben dus zo'n Fastlane ticket. Ja, ja, ja. En daarmee mogen we dus, zeg maar, alle wachtende mensen mogen we dan voorbij lopen. Maar als blikken konden doden, jongens. Ik zweer het, je krijgt echt blikken naar je toe gegooid en je denkt, oké, ja, sorry dat ik zo'n ticket krijg, maar ik mag gewoon doorlopen. Die mensen staan gewoon dik 3 kwartier in de rij te wachten op gewoon een rondje. En we waren net met een hele grote groep. En eigenlijk hebben we net met de 1 groep, zeg maar, gewoon een hele rit. Gewoon extra, rit. Ja, gewoon extra gemaakt voor de mensen die al moesten wachten daarop. Beetje lullig, ja, maar ja. Ik vind het wel lullig. Het is echt, als je daar voorbij loopt, echt zo'n dikke middelvinger die je gewoon naar je hoofd krijgt. Ja, die geven wij, maar we krijgen hem ook drie keer zo vaak terug. En de volgende stap die we gaan nemen is... Ja. Gaan het doen dan? Ja. Dus en nu gaan we weer teruglopen naar een of ander huisje. Want daar gaan we met z'n allen het spookhuis in met de hele groep. Om 4:15 gaan we verzamelen. Het is nu al 5. Maar ben je al bang voor Milan? Ja. Maar je bent altijd al een beetje bang voor Milan. Ja, maar nu? Geef maar toe. Nou, we zijn nu onderweg naar het spookhuis. En ik schijt hem nu al 2 kleuren in mijn broek. Hallo. Hallo. Kijk, we zijn hier met de hele groep. Ja, ja. Hoi. Hoi. Ik heb geen idee wat de namen zijn van iedereen. Ik ben Jemima. Jamaima. Jemima. Dat is Rashid. Mag ik even selfie? Ik heb geen selfie. Ik ben aan het filmen voor mijn vlog. Dat dus je hebt nu je moment of fame. Peace up. Wil je ook nog je moment of fame? Nee! Doei! Ik ben gewoon bang. Je hebt al een kaartje en dan gaat het goed doen ook. Want ik weet hoe waar je mij gewoon kan laten zien. Ja, mijn vriend ook. Maar ik denk ook dat Milan, mijn vriend, dat hij me ook gewoon aan gaat raken. Ik denk dat hij zich daar niet aan gaat houden. Ik denk dat we kracht worden daar binnen. Fucking hard in je reken. Zo is het. Dit is het niveau hier. Ik zit ondertussen aan de smeer of ice met Fluro. Dat heb ik hier net ontdekt. Oké, nou, we krijgen nou volgens mij het een en ander te horen. Oh, ben je bang voor je eigen vrienden, Michael? Ja, misschien nu wel. Denk je dat ze je hard kunt laten schrikken? Ja, ik ben wel een beetje bang, ja. Ja, ik schijt hem ook wel 10 kleuren eigenlijk. Ja, maar wel leuk. Ik denk dat ze ons ook gewoon gaan aanraken, gewoon. Nou, ja, ze gaan ze ons zeker aanraken, wat eigenlijk niet mag. Oh, kijk eens wie we daar hebben! Hallo, Eddie! Hallo! Wil je ook nog wat zeggen, mijn vriend?
vlog, Eddy. Kijk allemaal op het YouTube kanaal van Coco Jill, Eddy de Clown. Kom door, we gaan. Nou, de honden staan we in de wachtrij. Met z'n allen samen hier in de wachtrij. En ik zag ze net als stiekem daar achter staan. En ik ben fucking bang. Op een schaal van 1 tot 10, hoe bang ben jij? Ik denk wel 8. Je loopt naar binnen, je schrikt, je gaat verder. Juist dat schrikken is juist zo erg. Ja, misschien als ik naar binnen dat ik wel dat ik gewoon in mijn broek zit te kakken. Maar nu zit ik nog even de stoere bink uit te houden. Nee, we doen gewoon alsof we heel stoer zijn. Milan doet ook alsof hij heel stoer is. Dus we gaan stoer hier naar binnen. Wij durven dit. Maar ik pak Don zijn arm vast, want ik vind het echt heel erg. Oké, okay, jongens, sterven. Uiteindelijk wel, ja. Help! Wat verdomme, waarom? Fucking eng. Jij schreeuwt echt gewoon. Ik schreeuw echt als een malle. En Donnie ging op een gegeven moment ook gewoon vandoor. Ja. Toen moest ik helemaal alleen op zijn stukje. Ja, maar ik zag die al zitten en ik wist dat die eraan kwam. Dus ik rende gewoon door. Eigenlijk, ik heb Milan wel gezien. Ik heb hem wel ontdekt. En dat was de laatste persoon. Nee, de middelste van de laatste drie die we zeg maar zagen. Ja. Ik weet niet of wisten we al dat hij als laatste kwam. Maar we wisten al dat hij als laatste kwam. Dus dat was wel jammer. Jullie hoorden het. Ja. Oké, jongens, we zijn net in een ander spookhuis geweest. En dat was, hoe heette het spookhuis? De villa. De villa. Want jij hebt echt heel veel verschillende soorten kamers. Moet je nagaan, het is nu nog licht. En Don en ik, we kakken. Don was ook oprecht bang gewoon. En ja. Dan schrik ik van iedereen die ik hier tegenkom. Maar dit was echt heel erg eng. Zeg maar wat we net hadden met Milan en bla bla bla. Viel nog enigszins mee, maar dit... Dit viel gewoon tegen. Dat we echt eigenlijk liever nu gewoon naar huis te gaan. Maar dat was wel goed. Hij was fucking goed en dat is het hele punt ook. Ja. En we weten niet of we nog in een spookhuis gaan, want we weten niet of we dat nog durven. Heel veel succes voor de mensen die nog naar Walibi Fright Nights gaan. Heel veel succes. Nou, het avontuur zit erop. We gaan weer richting huis, Don. En Milan die staat erachter. Die is even een selfie van zichzelf aan het maken. Maar zeg maar, doei Walibi, doei Walibi. Het was... Doei vlog. Ja, wel, eigenlijk wel. Doei, dit is wel een beetje het einde van de vlog. Het was in ieder geval super gezellig en ook super eng. Maar vooral het laatste huis was echt enorm eng. Maar dat hebben jullie helemaal kunnen zien. Hoe vond je het vandaag? Eng. Ja? Ja. Vond je mij ook eng? Ja, ik vond jou ook heel eng. Nog steeds? Nou, een beetje. Ja, dat was het een beetje voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken en bedankt voor het liken en voor het abonneren. En ik zie jullie weer heel snel tot de volgende keer.